altijd, maar dan ook echt altijd. als ik met cursisten een groot resultaat evalueer. Hè, dus ze hebben een klant gehad die in één keer van energieniveau 3 naar een 8 ging. of binnen 4 weken echt van chronische pijn af was. kwam niet terug. darmklachten weg. veel beter slapen. uit wat lijkt een burn-out. wat helemaal niet zo was in zes weken. altijd als dat soort grote resultaten gebeuren. Zijn er altijd fysiologisch en wetenschappelijk links te leggen um, naar laaggradige ontsteking. Dat wil zeggen um, de invloed van interleukines, TNF alfa um, DHEA uh, insulinegevoeligheid. Um, nou, en nog een, een aantal andere parameters. Die staan altijd aan elkaar gelinkt. En waarom deel ik dat met je? Is omdat veel te vaak. Um, wordt er los gecoacht, wordt er los hands-on behandeld, wordt er los voedingsadvies gegeven en dan ook nog vaak over een hoge maaltijdfrequentie? Geven mensen het advies om minder te stressen en meer te ontspannen? Waarvan we allang wetenschappelijk weten dat het geen invloed heeft op de chemie van het lichaam. En met de chemie van het lichaam bedoel ik dus die ontstekingsgevoeligheid, die parameters, de interleukines, de TNF-alfa, oh ja, de prostaglandine, insulinegevoeligheid, um, DHEA-productie. Het zijn allemaal zaken waar we enorm veel invloed op kunnen uitoefenen, die altijd geassocieerd zijn met die grootste resultaten, maar die niet komen door die stomme, met alle respect, losse interventies. Die komen pas tot stand. Als iemand dichter bij zijn of haar setpoint komt. Dus dieper gaat slapen en uitgerust wakker wordt. Um, eindelijk een keer op de juiste manier naar stress gaat kijken. En niet alleen maar streeft naar meer ontspannen en minder stressen. om bij stress weg te blijven. Um, juist een keer een lage frequentie te hanteren. Dat zijn allemaal zaken. Want dan heb ik ademhaling nog niet genoemd. Dat zijn allemaal zaken. Die veel directer gekoppeld zijn aan het beïnvloeden van de chemie van het lichaam. Aan de homeostase. Die het lichaam dichter bij het setpoint brengt. En dan, als je die dingen beïnvloedt, dan lijken die mooie grote resultaten niet eens meer zo gek. Dan verbaast niemand zich meer over um, dat die resultaten wel op lange termijn blijven. Um, en dat als ze terugkomen, ze altijd weer terug te redeneren zijn. Aan een andere ademhaling. Um, verminderde slaap. Um, eventjes een drempeltje genomen in de stress-mindset. En um, dat is enorm zelfsturend. Um, wat ik daar dus mee bedoel, eerst conclusies over. Leuk dat je hier nog steeds kijkt. We moeten ons veel meer richten op de chemie van het lichaam. Um, en heel erg die fysieke kant op. He? Dus echt verstand van slaap. Uh, het immuunsysteem, stress. He? Alle domeinen waar ik over predik. Um, waarmee we de chemie beïnvloeden. En daarmee kunnen we klanten veel sneller ervaren dat we wel begrijpen hoe het lichaam werkt. Dat we wel grote resultaten kunnen halen. Dat het lichaam wel in staat is om het zelf te doen. En als het dan op lange termijn een keer misgaat, wat natuurlijk gebeurt. We zijn allemaal mensen. Ik doe het zelf ook. Een tijdje ongezonder leven. Een tijdje toch niet zo bewust van stress mindset. Van ademhaling. En toch maar een keer nou, wat nachtjes doorhalen. Ik in ieder geval nu met een kleine weer van drie maanden. Natuurlijk gebeurt dat, dat gebeurt onze klanten ook. Maar ze voelen dan ook weer dat hun lichaam verandert. Want ze hebben eerder die interventies gehad, dat werkte. Nu voelen ze een duidelijk contrast, hé, hey, er verandert iets, dit is niet wenselijk. En dan gaan ze vanzelf weer nadenken, hé, hey, wacht even, wat ben ik nou gaan veranderen? Of ze bellen jou weer op als behandelaar of trainer. Van hé, hey, het gaat niet goed. En als je dan met ze evolueert, zijn altijd die belangrijke interventies: slaap, stress, immuunsysteem, voeding. Ademhaling. Zijn altijd gewoon even genegeerd. Uh, niet goed uitgevoerd. En klanten komen dan tot het belangrijke inzicht. hey, wacht even. Ik kan het zelf weer terugdraaien. Ik ga toch gewoon diezelfde adviezen uh, weer even uitvoeren. Weer even wat meer aandacht voor hebben. En binnen twee tot drie weken zijn dan al die prachtige resultaten gewoon weer terug. Gewoon die spijn zakt gewoon weer weg. Uh, het energieniveau komt terug. De dus slaap optimaliseert. En dat is volwassen onderwijs. Zo krijg je mensen daadwerkelijk vitaal en bewust van hun gezondheid. En niet door die losse coaching sessie om meer te ontspannen, minder te stressen. Want cortisol blijft um, uh, niet. Nou ja, al die andere dingen waar ik het net over had. Dus key message: als je hem nu nog luistert tot het eind, ben je wel echt een diehard trouwens. <laughs> key message: veel meer focussen op het echte holistische beeld. En met dat echte holistische beeld bedoel ik uh, fysiek in ieder geval de zes domeinen. Slaap, stress, voeding, het immuunsysteem, bewegen en ademhaling. Omdat we daar daadwerkelijk invloed hebben op de chemie van het lichaam, de homeostase. En we weten allang fysiologisch en wetenschappelijk dat dat degene is die gaat winnen. Uh, en laten we alsjeblieft afstappen van al die losse interventietjes, die hoge maaltijdsfrequentie. Uh, doe nou dan minder, uh, minder stress en meer ontspanning. Laten we daarmee stoppen. Het werkt niet. En we verpesten mensen ermee. We creëren een aversie tegen gezondheid en vitaliteit. En dat zien we nu al veel te veel.